Hoi allemaal! Ik had weer zin in een tutorial van een frisse lente-look dit keer. Gewoon simpel en weer net even wat anders met een beetje kleur. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden, want ik heb het bedacht. Maar ja, het is altijd maar weer de vraag hoe het uitvalt. Dus laten we maar gewoon gaan beginnen. Ik heb mijn basis al gedaan. Ik dacht, die zien jullie zo vaak. Ik heb nu de Too Faced Born This Way foundation gebruikt. Catrice Camouflage en mijn Anastasia wenkbrauwpotlood. En that's it. Dus dat is de basis. Ik wilde eigenlijk een BB cream doen. Gewoon lekker fris. Maar ik heb nogal wat onzuiverheden. Hormonen na de zwangerschap. Dus dat ga ik niet doen. Laten we maar gewoon beginnen. Het eerste wat ik een beetje ga doen is nog een beetje bronzer toevoegen. En dat is de Body Shop Honey Brons. Had ik eigenlijk ook wel even eerder kunnen doen meteen. Maar gewoon een klein beetje warm it up. En ik gebruik het altijd een soort van als shape slash bronzer. Ik wilde veel lekkere creamy producten gaan gebruiken en dus kleur. Dus ik begin met een creamy highlighter. En dat is de Beauty Crop Lightning Crew. Dat is deze met allemaal gezellige ananasjes erop. En dat is een beetje een rosé gouden highlighter. En die breng ik gewoon aan met mijn vingers. En die breng ik dus aan voordat ik mijn blush heb aangebracht. Voor gewoon net een wat natuurlijker effect. En een beetje cupidoboogje. In mijn binnenste ooghoek gebruik ik wel gewoon een beetje poeder. Dat is deze van NECT, Emit Makeup. Die heb je al heel vaak zien gebruiken. En die doe ik gewoon een beetje om mijn binnenste ooghoek op te frissen. Dan blush. De Max Factor Cream Blush in Soft Pink, nummer 14. Ik heb net een nieuwe. Ik heb hem echt al jaren en ik heb dus nu net maar weer eens een nieuwe gekocht. Want die ene was bijna op, maar ik dacht ook, maar ik weet niet hoe lang ik hem al heb, maar tijd voor een beetje vernieuwing. En dit geeft gewoon een lekkere frisse blos. Nou, dan de Pop of Color. Ik zie de laatste tijd weer steeds vaker gekleurde eyeliners. Dus ik dacht, dat ga ik doen. Met een poeder. En zo kan je gewoon elk kleurtje oogschaduw omtoveren tot een eyeliner. En ik gebruik deze Dazzle Dust van Barry M. En dit is de kleur 82. En dit is een soort turquoise zeegroene kleur. Dit is gewoon los poeder. Dan moet ik altijd een beetje mee uitkijken. Doe dus een klein beetje in het dekseltje. Ik heb een klein glaasje water staan. Die kan natuurlijk gewoon onder de kraan doen. Maar ja, die heb ik hier uiteraard niet bij de hand. En dan pak ik een schuin afgesneden kwastje. Deze is van Eco Tools. En daarmee ga ik een klein beetje in het water. En daarna dip ik dat een klein beetje droog. Dus dat mijn kwastje niet te nat is. En dan dip ik het in het poeder. En dan ga ik dat gewoon aanbrengen als een eyeliner. En door je kwastje nat te maken krijg je gewoon net een wat intensere kleur. Maar het brengt zeg maar ook veel makkelijker aan bij dit soort losse poeders. Want dan heb je geen fallout. En je kan een veel strakker lijntje zetten. Ik zet dus meestal eerst de wing en dan doe ik de rest. Maar goed, ik ben er niet heel erg bijzonder getalenteerd in. Dus ik doe natuurlijk niet dagelijks een wing. Als je dat dagelijks doet, dan gaat dat veel makkelijker. Dan weet je precies hoe je kwastje moet zetten om ze precies gelijk te hebben en zo. Dat heb ik niet. Maar
En ik breng mijne nooit helemaal aan het eind aan, omdat ik hangende oogleden heb. Dus dan haal ik mijn oog naar beneden. Dus ik laat eigenlijk altijd een klein stukje wimperlijn over. Ja, dat hangt natuurlijk gewoon heel erg van je oogvorm af. Zo, ik doe geen super overdreven. Ik doe geen super overdreven wing, gewoon een beetje. Dan laat ik dat een beetje drogen, want het is natuurlijk nat van het water. En dan ga ik door met de lippen. En ik gebruik de HEMA Soft Lip Balm in de kleur nummer 6. En ik gebruik hem wat zachter. Dus ik breng hem aan en dan dep ik hem een beetje. Het is een vrij heftige kleur. En dat je natuurlijk al een best wel kleurtje op je ogen hebt. Wil ik dat dus niet te veel. Mijn ogen moeten zeg maar de pop zijn. Zo. Gewoon steeds een klein beetje aanbrengen en dan weer wrijven. Als mijn eyeliner droog is, dan pak ik mijn wimperkruller en krul ik mijn wimpers. En dan mascara, de Max Factor Voluptuous False Lash Effect mascara. En die breng ik aan. Niet te heftig, omdat ik vind dat je anders dat blauw zeg maar niet meer goed ziet. Dus gewoon subtiel. Voor zover ik ooit mascara subtiel opdoe dan, maar... En ik doe alleen mijn bovenste wimpers. En omdat ik een wing heb, vind ik het wel leuk om ze iets meer zeg maar, richting zij in plaats van richting boven te doen. Dan wenkbrauwgel. Deze is van de H&M. Zo, en dat is het. Dat is mijn frisse lente look. Ik zal nog even van dichtbij laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. In ieder geval super bedankt weer voor het kijken. En ik ben heel benieuwd naar wat voor kleur eyeliner jij dan voor zou kiezen als jij voor een lente look gaat. Laat vooral hieronder weten in de comments. En mocht je nog speciale tutorials willen zien of iets anders, nou, verzoeknummertjes zijn altijd welkom. Nogmaals heel erg bedankt voor het kijken en tot snel. Doeg! Nooit van tevoren een kolf. Eerst kijken of borstvoeding lukt, hoe het lukt, wat je ervan vindt en pas dan schaf een kolf aan. Of huur of... Ik zou echt... Niet van tevoren. Dus als je nu zwanger bent en denkt, oh dit is handig. Onthoud gewoon dit filmpje. Zet het ergens bij je favorieten of iets. Of maak hem met...